kijken. Mama van Thomas. Ja, van Michael. Gaat het goed, ja? Hey. Heb jij al een medaille gehad, ja? Nee. En dan de mama en de Anne mag alvast de zaal. Hallo. Wie ben jij? Nou, ik ben er een. Ik ben zenuwachtig. Ja, waar kan ik voor mij staan? Hè? Ik ben het niet gelezen, het komt helemaal goed. Hallo. Beetje gespannen, hè? Vriend, ik ben altijd gespannen hoor. Ben jij het trein? Ik ben altijd gespannen hoor. Hoi. We kunnen met achter de stoel, meneer. Wij zitten met vier. Als we nog vier komen, gaan we met de pistool erheen. Volgorde zetten, dan weten we zo hoe we moeten staan. Degene die er niet zijn, die doen we er dan wel tussen. Oza, die mag als eerste. Ja? Samen is er! Ja, ik ook! Samen is er! Nee, dit is er ook nog niet. Ik ook nog niet. Hey, niet. En het weten bij elkaar, dat het niet zijn. Sigma tennis er helemaal uit. En dan mag je achter die. Ja? Voor, nee, de achter. Ja. Even luisteren. We gaan zo meteen naar binnen. Maar dat gaan we zo stil doen zoals jullie nu zijn. Ja? Heel netjes in een rijtje. Collega wijst netjes aan waar jullie moeten zitten. Daar mogen jullie niet aankomen. Is dat begrepen? Ja. Dus we zijn even heel streng. Dat moet. We gaan heel zachtjes naar binnen, zo netjes mogelijk. We gaan niet rennen. We gaan niet roepen en praten naar elkaar. We gaan netjes zitten. En dan gaan niet. Leuk dat jullie hier zijn, maar er ontbreken nog wat mensen en die gaan we nu naar binnen roepen. De politiekids. Jullie worden dadelijk beëdigd als echte politiekids. Ik vind het super leuk dat jullie hebben opgegeven. We gaan hele leuke dingen doen. Dat worden verschillende middagen dat we dat gaan doen. Deze politiekids organiseren we nu voor de vierde keer. En dit jaar is jullie school aan de beurt, de klas doen. En omdat de school redelijk groot is, hebben we besloten om het bij één school te laten, anders krijgen we veel te veel politiekids. Nou, we gaan jullie zo beëdigen, maar dat officiële gedeelte gaat straks komen. Eerst wil ik even het woord geven aan onze burgemeester. Kom in onze raadzaal van ons stadhuis en natuurlijk ook vaders, moeders, opa's, oma's, broertjes, zusjes. Ben ik nog iemand vergeten? Niet? Allemaal, en meesters natuurlijk, kan ik ook niet vergeten. Heel goed dat jullie meedoen aan de politiekids. En jullie hebben natuurlijk vast al een heleboel gehoord. En jullie zien er ook allemaal al prachtig uit met die petjes en die hesjes. Kunnen de mensen straks in Zuidland ook zien dat jullie echte politiekids zijn.
En het is heel in deze zaal zitten altijd leden van de gemeenteraad. En die zitten hier vanavond ook weer. En die hebben allemaal een naambordje voor zich. En daar staan weer heel andere namen op dan jullie. En die vergaderen over dingen die belangrijk zijn in de gemeente. En op die plek waar jullie met z'n drieën zitten, daar zitten drie van de wethouders. Nog heel erg belangrijke mensen zijn dat. En daar zitten jullie nu allemaal. Maar goed, en daar zitten altijd de mensen die het interessant vinden om naar de raadsvergadering te komen kijken. Nou, en dat zijn nu jullie eigen formatie in heel niks ruimte. En dan ga ik jullie zo ook wat vertellen. En daarna gaan we jullie beëdigen. En dat doen we precies zoals wij onze raadsleden ook beëdigen. Mogen gaan beëdigen en gaan zoals belofte afleggen. Het is het vierde jaar achtereen dat we dit doen. De vierde editie doen we dat ook nog wel eens. In de drie voorgaande jaren hebben jullie ons heel erg goed geholpen. En ook dit jaar gaan we vier hele leuke acties met jullie doen. Ik zie Miranda daar zitten, die zegt die trekt met vanuit de politieorganisatie vanuit mijn team. En jullie gaan het allemaal doen in Zuidland, want jullie komen van de school in Zuidland. Vier mooie acties waarin jullie een aandacht zetten van het politiewerk mogen zien en uit gaan voeren. En houd in dat jullie altijd jullie fietsverlichting aan hebben. Ja, ik zie het trouwens politiekids. En jullie doen ook nog een keer een vierde actie en dat is de snelheidscontrole. En dat gaan we ook allemaal dit jaar en volgens mij volgend jaar nog even doen. Heel mooi en voor het eerst gaan we jullie ook nog eens een keer veiligheid bijbrengen. De dames hebben al een van de bestemming staan. Om in geval fit te blijven als politiekid. Alle politiemensen moeten regelmatig sporten, maar jullie gaan ook iets met onze grote politiemensen doen. Jullie gaan de belofte afleggen. En als ze in dienst komen, dan worden ze geïnstalleerd als de burgemeester net zei, maar dat doen de raadsleden bij ook. Dat is allemaal niets nieuws, maar jullie gaan zelfs de belofte afleggen. Die luidt: als politiekid moet ik maar netjes gedragen. Luisteren naar de aanwezigen van de politie. En samen met de politie de buurt veilig maken. Dat zijn enkele doelen. En daarnaast zal ik zelf alle regels naleven. We hebben het gehad over fietsverlichting en dan zeggen jullie straks dat beloof ik. Dus jullie gaan straks naar voren rijden en dan zeg je dat beloof ik. Hebben jullie dat begrepen? Ja. Mooi. Burgemeester, kijk even nu. Gaan we over tot de... Wat zeg je dan? Samuel. Ah, Samuel. Thomas. Voor de vrijheid van de
Sirena. Oh, is hij niet begonnen? Pili. Hoi, Pili. Welkom. Ilse. En dan de allerlaatste, die het allerlangst heeft moeten wachten, want die was er als allereerste, Ilan. Thank you.
thuis met z'n mensen naar de oven. Ik dacht dat het stil was hier één keer. En allemaal gezegd, we hadden niet.